Hoi hoi allemaal, welkom bij CNL Reborns. Vandaag ga ik jullie laten zien wat je mee kan nemen in je verzorgingstas of luiertas als je met je Reborns op pad gaat. Ten eerste heb je een grote tas nodig. Wij hebben deze. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Leuke meisjestas met roze. Hij is groot en er past veel in. Ik ga hem alvast even openritsen. Dan ga ik één voor één laten zien wat je mee kunt nemen in je tas voor je Reborns. Het belangrijkste is wel de luiertjes voor het verschonen. Ik heb er nu twee. Als je kort op pad gaat, kun je er misschien twee meenemen voor allebei één. Als je wat langer op pad gaat, dan zou ik er wel wat meer in de tas doen. Ik stop ze er nu in. Wat ik zelf ook altijd erg handig vind, is een extra doek. Hydrofiel luier. Voor als je bij een verschoonplek komt, zodat je die even over het verschoonkussen kunt leggen. Wel zo fris op een plek waar allemaal andere kindertjes worden verschoond. Die gaat ook in de tas. Wat ook erg belangrijk is, zijn babydoekjes. Moet natuurlijk wel allemaal weer netjes schoongemaakt worden. Een fles is ook altijd handig om mee te nemen. Die gaat ook in de tas. Wat ik ook erg belangrijk vind, is dat ze hun favoriete slaapknuffel mee kunnen nemen. Eén voor Marie en één voor Suri. Ik leg ze nu even bij hun. Maar ook die zijn handig om mee te nemen in de verzorgingstas. Wat ook belangrijk is, zijn de speentjes. Mochten ze verdrietig of moe zijn, is het altijd handig om die bij je te hebben. Dus ook weer één voor Suri en één voor Marie. Ik stop ze in de tas. Ze zijn nog niet zo groot natuurlijk, maar een leuke rammelaar is ook altijd leuk om mee te nemen. Om de kleine een beetje af te leiden. Dus heb ik er één voor Suri en één voor Marie. Ook die kunnen in de tas. Dan vind ik het altijd wel belangrijk om een extra setje kleding te hebben. Een shirtje voor Marie. En een shirtje voor Suri. En een legging voor Marie. En een legging voor Suri. En dan natuurlijk nog twee rompertjes. Zo, het zijn er twee. Je weet natuurlijk nooit of er ongelukjes kunnen gebeuren. Dus dan is het wel handig om een extra setje kleding bij je te hebben. Ook deze stop ik in de tas. Kijk hoor. Wat ik ook belangrijk vind, is een paar mutsjes. Dat is altijd fijn om bij je te hebben voor wat koud weer. En dan even. Haar extra sokjes is ook nog altijd handig, dus die stop ik ook in de tas. Muziekmobiel hoeft niet, maar kan wel. Kleintjes worden er altijd rustig van, dus ook die neem ik mee in de tas.
wat niet in de tas hoeft, maar wat ze wel aan moet als ze naar buiten gaan. Dat zijn de jasjes. Eén voor Suri en één voor Marie. Dan ga ik jullie even de tas laten zien. Alles zit erin. Dus dat kan dan meegenomen worden mocht je op pad gaan met je Reborns. De meiden zitten lekker in de wipstoel. En in de maxi cozy. Voordat we zouden vertrekken. Op dit moment ga ik natuurlijk niet op pad. Het is buiten erg regenachtig weer. Maar ik wilde jullie even laten zien wat ik de belangrijkste dingen vind om mee te nemen in de verzorgingstas. En ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei doei!